We willen allemaal steeds slimmere computers en snellere netwerken. Ook ikzelf heb me weer laten verleiden tot de aanschaf van de nieuwste smartphone. Om in die behoefte te kunnen voorzien, zijn wetenschappers en bedrijven over de hele wereld kunstmatige mierenhopen aan het bouwen, zonder te weten wat dit gaat betekenen voor ons, de mensheid. Een vergaande toepassing van kunstmatige intelligentie vinden we in de geautomatiseerde aandelenhandel. In nanoseconden beslissen wereldwijd genetwerkte computers om aandelen te kopen of te verkopen. In 2010 sloeg de aandelenmarkt in razend tempo op hol. Tijdens de zogenaamde flash crash daalden de aandelenkoersen dramatisch met een ongekende paniekreactie tot gevolg. Wow, almost 1000 points. We call this a capitulation. They're gonna probably halt trading. We can't stop the selling. Peter Sloot van de Universiteit van Amsterdam vergelijkt en modelleert het gedrag van complexe systemen. Zowel natuurlijke, zoals vogelzwermen, als complexe systemen die door mensen zijn ontwikkeld. De market didn't work. It broke down. The machines broke down. That's what happened. So Proctor was never 47. Ja, dit is natuurlijk een volkomen waanzinnige situatie waarin die mensen belanden. Waarin ze absoluut niet meer weten wat er aan het gebeuren, wat er gebeurt. Maar het is niet dat de machines broke down. Die doen precies wat ze, zeg maar, wat van tevoren bedacht was dat ze moesten doen. Alleen wat er niet zien aankomen. En dat heb je inderdaad aan systemen die complex zijn en met zichzelf in interactie en met hun omgeving in interactie zijn. En op geen blik kun je niet meer voorspellen wat er gebeurt. Ja, dan kunnen dit soort gekke situaties ontstaan. 1053, so 90 handles, that's too much. That's way too much. Ja, dus de essentie hier is dat het algoritmes zijn die als het ware een mind of zichzelf hebben. Ze kunnen zelf reageren. Ze zijn met elkaar in interactie. En wat je ziet is het totale effect daarvan. Nou, dat noemen we het emergente effect. Dat is, de hele economie zit zo in elkaar. Wij zijn mensen, wij reageren op wat er in onze omgeving gebeurt. En dat bouwt onze economie. Maar dat is ook in onze hersenen, in ons brein. Er zijn neuronen. En als je naar één zo'n neuron kijkt, dan vind je niks van de gedachten terug. Maar als je al die neuronen die bij elkaar staan te vuren, zou ik maar zeggen, die bij elkaar signalen staan uit te wisselen, als je ze bij elkaar optelt, dan heb je een gedachte. Hoewel dat optellen nou juist de kunst is, dat kunnen we niet. Dat begrijpen we niet precies hoe dat werkt. Maar het gaat er dus om dat het zijn individuele processen die met elkaar in interactie zijn, die hun omgeving veranderen en ook op die omgeving weer reageren. En dat is het fundamenteel concept achter een complex systeem. En we kunnen het wel beschrijven en we kunnen proberen daaraan te rekenen, maar we kunnen niet sneller dan het systeem zelf, als het ware, voorspellen wat er gaat gebeuren. En dat is een heel belangrijk ding, dat we niet sneller kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. De enige manier, het beste wat we kunnen proberen, is het na te bootsen. En dat probeer je zo'n simpel mogelijk systeem te vinden, dat kan. En bijvoorbeeld zwermen van vogels hebben een beetje dezelfde karakteristiek. En wat je dus ziet, is het macroscopische proces zijn die hele grote golfbewegingen van die spreeuwen. Maar er is geen centrale controle. Er is niet een controlekamer of een manager of zo die zegt van jij moet linksaf en jij gaat rechtsaf. En er zijn allemaal lokale interacties en die veranderen. En die vogels die reageren daarop. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Als je nou vergelijkt dat met die flash crash, dan zeg je van zo'n vogel is een algoritme wat reageert op een ander algoritme waarmee die in interactie is. En het totale macroscopische proces, ja, probeer dat maar eens te voorspellen. Sloot heeft het zwermgedrag van vogels gemodelleerd en nagebootst in een computer om verstoringen in het systeem te kunnen analyseren. Nou, hier komt die zwerm, die komt een beetje naar ons toe vliegen nu. Wat ik doe is, ik breng een hele kleine verandering. Je ziet die vogels die gaan van mij weg, die denken dat ik een havik ben. Die gaan van mij weg, maar je ziet tegelijkertijd dat ze snelheden moeten gaan aanpassen. Maar tegelijkertijd zie je weer dat ze bij elkaar komen. Al die snelheden worden gecorrigeerd. En na verloop van tijd heb ik weer gewoon, als ik een beetje geluk heb, de hele zwerm weer terug. Wat ik ook kan doen is zeggen van ja, ik ga een wat heftigere interactie doen. Dus nu komt er een havik die niet opgeeft. En die een tijdje lang de verstoring blijft doen. En dan zie je dat het systeem zichzelf niet meer kan herstellen. Dat het extreem genoeg, hier zien we bijvoorbeeld, een hele groep die helemaal zich heeft afgesplitst. Dit zijn algoritmes, zeg maar, die de andere kant op zijn gegaan. Hier hebben we een soort van flash crash gekregen, zou je kunnen zeggen, van vogelzwerm. Het grote verschil met die algoritmische systemen is van die financial trading, die zijn allemaal door de mens gemaakt. Die systemen waar ik het hier over heb, wat de natuur doet, die zijn allemaal evolutionair. Wat je ziet is dat die algoritmes die dus handelen op zo'n beurs,
die worden zelfdenkend. Die kunnen zichzelf hun eigen gedrag aanpassen. Zo'n algoritme bestaat uit programmacodes en die programma kan in zichzelf herschrijven. En dan heb je ook een soort van evolutie. En dan kun je ook een random proces als mutatie instoppen. En dan heb je ook een evolutie waar wij weer op reageren. En wij zijn ook geëvolueerd. Dus je krijgt een soort van co-evolutie van systemen. Nou, dan wordt het alleen maar nog veel ingewikkelder dan dit is. Het stomste wat we kunnen doen is niet erover nadenken. Want het gaat toch gebeuren. Het is niet linksom of rechtsom, het gaat toch gebeuren of het gebeurt al.